Onze onderneming was eigenlijk Pitaza. We verkopen pizza's, taarten, smoothies, wraps en salades. Pizza en taarten maakt samen Pitaza. Ons restaurant met pizza's die ging één keer in de week open op een middag. En taarten verkochten we twee keer in de week. En ja, zo ging het eigenlijk. We gingen naar de Albert Heijn en daar kregen we 100 euro te couponnen van. Waardoor we inkopen mochten doen daar. En bij de C1000 kregen we de helft van het bedrag werd door hun betaald. Dus dat was heel fijn. Dat hebben ze helemaal zelf verzonnen om zelf naar de Albert Heijn te gaan. En dan hebben ze zelf de manager gesproken en dan hebben ze het allemaal zelf geregeld. Oh, voornamelijk ouders, maar ook gewoon andere familieleden. Maar er waren ook een paar mensen die gewoon mond op mond. En heel veel gewoon andere kinderen van de school, ouders. Maar we hebben ook gewoon in de Folderwijk hebben we flyers bij gedaan. Toen kwamen er ook nog wat mensen op af. En we hebben in het winkelcentrum hebben we dingen rondgedeeld en overal opgehangen. En we hadden ook in ons livingstandje, dat is een soort van nieuwsblad van ons die elke één keer in twee weken komt. Die krijgen de kinderen dan mee en daar staat dan het nieuws in van de school. En daar hadden we ook reclame in gezet voor ons restaurant, voor Pitaza. Wij moeten de winnaar worden, want wij hadden, vind ik zelf, het leukste idee. We hadden ook het lekkerste pizza en taart. En als je ziet dat ze het eigenlijk allemaal echt zelf hebben gedaan, zonder dat wij als leerkrachten daar heel veel aan hebben gedaan, ja, dat vind ik pure klasse van een leerling uit groep 8. Pizza en taart kopen doet mensen op een betere toekomst hopen. Yay! Wij verbouwen hier groenten en dat gaan we op een gegeven moment, als het groot genoeg is, gaan we dat oogsten. En ja, dat gaan we dan verkopen voor aan de school, voor geld, voor David James. We werden gesponsord, kregen gratis mes. En alleen de zaadjes hoefden we te kopen en daar kunnen we, die gingen we planten. Ja, soms is de oogst minder, omdat er bijvoorbeeld een boom voor staat. Daar stonden vorig jaar appelbomen, die hebben we nou gekapt, omdat daar groeien de groenten wat minder. Ja, dat gaat er soms wel minder, maar voor de rest gaat alles wel heel goed. Ja, we planten het, dus voor ongeveer 20 euro of zo. En dan hebben we een karretje aan de weg staan waar iedereen langskomt als hij naar binnen gaat. En ouders ook. Ouders, ja, vooral de ouders. En die zien dan dat karretje staan en van tevoren zetten we dus een bord neer van wat er te koop is die dag. En dan, dan kunnen ze weten wat ze kunnen kopen en dan kunnen ze daar rekening mee houden of zo, wat ze dan willen. Ja, dat wij zoveel verbouwen en zoveel winst hiermee maken, dat gewoon met groenten. En geen andere dingen. Nou, wij doen het niet om het winnen. Wij doen het echt omdat het voor een goed doel is. En het is alleen maar leuk als we winnen. Maar we doen het echt voor het goede doel. Uiteindelijk hebben we gezocht naar, voor die kinderen, een platform waar ze hun producten kunnen verkopen en hun diensten kunnen verkopen. En toen kwamen we eigenlijk op, dat moeten we op een middag doen of dat moeten we op een avond doen. En zo is uiteindelijk de kerstmarkt ontstaan. Eigenlijk bij de kinderen en hebben ze ook helemaal zelf georganiseerd. Ik had met mijn vrienden een Lego museum gemaakt. Ons groepje heeft een loterij bedacht. Wij hebben koelkastmagneten gemaakt. Eten verkopen. Wij hebben lollies gemaakt. Smoothies gemaakt. Foto's gemaakt en de achtergrond bewerkt. Ik heb Ritz etuis verkocht. Folders bij mensen in de brievenbus doen. Ik heb op school nog twee verschillende posters gemaakt en
En ik heb het ook nog een paar keer in de klas verteld, zodat iedereen het wist. We hadden in heel Almere buiten in bibliotheken in de Albert Heijn hadden we flyers neergelegd en posters opgehangen. Nou, ik vond het eerst heel. Het leek me heel erg moeilijk. Ik dacht, dit wordt wel even moeilijk en zo. Maar daarna, als je het eenmaal deed en we kregen heel veel gastsprekers, die Onno daarvoor heeft gezorgd. En daar was ik heel erg blij om eigenlijk, want dan kan je zien wat zij hebben gedaan en zo. En toen werd het steeds makkelijker. We komen dus maar één keer per week samen en dat is wel onze kracht, want toch is het gelukt om zoveel bedrijfjes en toch zoveel geld op te halen. Gewoon rond de 800, dat is dan best wel veel. Nou, we hebben wel heel veel geld opgehaald en het is eigenlijk gewoon leuk om te doen en we willen gewoon heel graag winnen.